dat klinkt heel raar. Ik zit vanmiddag met een aantal conservatoren van musea iets voor te bereiden. En er zeggen er drie: het type Femke Halsema moet nu premier worden. Ik vraag er niet om. Die komen daarmee. Die zeggen: die stijl, die mentaliteit, die houding is essentieel. Ja, dan. Oké, dat hoort bij jou als vak. Het is geen vraag, je moet niet antwoorden. Verlegen van te worden, ja. Daar heb je natuurlijk wel eens over nagedacht. Die vraag kan op je afkomen. Ja. De vraag of Femke premier wil worden? Nou ja, kijk, volgens de doctrine die ik net heb uitgelegd... één, mijn partij zal aanzienlijk moeten groeien. Nee, anders is het überhaupt niet in vraag. En volgens mijn eigen doctrine moet ik dan ook aftreden als politieke leider. Dat moet je nou. En dat zou in dat geval natuurlijk vanzelfsprekend zijn. Maar je lacht, is het ook iets wat... Ik bedoel, het is heel goed denkbaar dat een heleboel kiezers... die zitten te twijfelen, zelfs links bij het CDA, bij de Partij van de Arbeid... zullen zeggen, nou, als Femke Halsema zegt... ik ben bereid premier te worden, krijg je verschuiving in de verhoudingen. Laat ik misschien even iets weg van mij, maar laat ik er andere opmerking over maken. Wij zijn bijvoorbeeld deze fase, Balken en de Vier, ingegaan... met wel heel welbewust een andere houding. Ook vanwege de tijd waarin dit kabinet optrad. En dat is, wij zijn niet negatief a priori geweest, omdat we in de oppositie zitten. We hebben gezegd dat we ook geïnteresseerd waren in samenwerking met het kabinet. Alleen werd het op het laatst een beetje moeilijk om niet behoorlijk kritisch te zijn. Maar ik vind wel dat in deze tijd, ondanks dat je ook trouw moet zijn aan je eigen idealen en daar ook voor moet willen vechten, moet je ook bereid zijn om over je eigen horizon heen te springen. Omdat ik vind dat mensen dat ook echt van ons mogen verlangen. Omdat we gewoon zien dat we een geweldige schuld hebben opgebouwd waar we een oplossing voor moeten vinden. En mevrouw Halsema zegt net iets heel interessants over die discussie waar we het net over hadden. Politiek leiders wel of niet in het kabinet. Ze zegt op het moment, ik ben de eerste vrouw van GroenLinks en ik zou premier worden of vicepremier. Dan leg ik mijn politiek leiderschap neer. Ja. En dat is even mijn bepalende punt. In onze mediacratie willen de mensen wie de eerste man, de eerste vrouw is... dat ze ook zeker weten dat hij dan in het kabinet gaat zitten. Dat is iets anders dat je zegt, de politiek leider mag niet in het kabinet gaan zitten. De nummer één maar willen we mag in het kabinet gaan zitten... maar, moet dan het politiek leiderschap neerleggen. Waar dit allemaal van afgeleid is, is Bolkestein. Optie. De heer Bolkestein had het goed begrepen. Maar die was wel de nummer één. Die ging, ja, dat is hij gebleven. En toen is hij niet gaan regeren. Dat gaf goede verhoudingen tussen parlement en regering. Want het profiel van de VVD bleef helder. En dat kon hij ook verdedigen. Er kwamen ook goede compromissen. En de mensen in het kabinet hadden een andere verantwoordelijkheid. En zeker in deze tijd zul je ervoor moeten zorgen... dat het kabinet bereid is tot samenwerking... en bereid is gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor moeilijke dingen. We begonnen met Wilders. En u zei, je moet niks uitsluiten. Wat Partij van de Arbeid doet, dat gaan wij zeker niet doen. Hoe staan jullie daar tegenover eigenlijk? Wij hebben een hele tijd geleden al gezegd dat het voor ons onverteerbaar is om te regeren met Wilders. Dat daar geen sprake van kan zijn voor ons. Overigens is dat echt iets anders dan een cordon sanitair. En daar komt nog eens bij dat wij in de bevoorrechte positie verkeren... dat GroenLinks als enige partij ook door Geert Wilders... Maar als Geert Wilders nu zegt, ja, maar eigenlijk is alles bespreekbaar... Nou, ik vond dat een ontzettend interessante strategische move die hij vanmorgen maakte. Want hij zei namelijk wel iets anders. Hij formuleerde een breekpunt, namelijk de AOW. Ja, zeker. Waarmee hij nog maar één regeringspartner over heeft. En dat is de SP. Want eigenlijk zei hij op dat moment dat hij niet met de VVD en het CDA wilde regeren. Dus wat hij eigenlijk zegt, is hij doet alsof hij... compromissen wil sluiten, maar hij heeft ook de boodschap afgegeven... wij willen helemaal niet regeren. Wij willen gewoon de oppositie. Tot slot, Felix. U zegt, we hebben een premier nodig die visionair is. Ja. U wordt genoemd, Bos kan dat zijn. Hoe komen wij in Nederland... Balkenende. Tot, nee, want in de redenering van mevrouw Halsema... Balkenende, met alle respect, voorbij, overuit. Hoe krijgen wij in Nederland een progressieve premier? Of een premier waarvan u zegt, misschien is hij wat minder progressief... maar precies... Je hebt een premier nodig die veranderingsgezind is. Dat is onvermijdelijk. En die wat mij betreft ook in staat is om de grote sociale en economische hervormingen te verbinden aan het klimaat. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Wat gaat u daaraan doen? Kijk, ik denk, onze verkiezingsstrijd gaat ook altijd kapot aan de strijd om wie wordt de grootste. Daarmee suggererend dat we een eenpartijenland zijn, of een twee partijen. Nee. Alsof er één partij gaat. We zijn een coalitieland. Wie de grootste wordt is eigenlijk irrelevant. Precies. Welke partijen bereid zijn samen te willen gaan werken, dat is uiteindelijk veel belangrijker. Gaat u daar wat initiatieven voor nemen? Nou ja, ik heb in het verleden natuurlijk altijd initiatief genomen op een links kabinet. Mm-hmm.
dat is nog altijd natuurlijk een hele grote voorkeur voor GroenLinks. Maar er geldt op dit moment, ik kan ook tellen, dat dat niet de enige optie kan zijn. En wij onderhouden contacten met alle andere partijen. Maar wat dan interessant is, want u heeft steeds gepleit voor de linkscoalitie. Maar GroenLinks heeft heel andere economische ideeën dan de SP. U zegt terecht, de economie is nu de prioriteit. U staat anders in de pensioendiscussie dan de SP. Is voor u dan die economische agenda een overweging om te kijken naar partijen die op dat, die onderdelen meer samen bindend hebben? D66, VVD, CDA, met uw programma, dan de SP. Dat zou een interessante uitkomst zijn van vanavond. Hier wordt over nagedacht. Ja, kort, zeg maar ja. De voorkeur ligt bij een zo sociaal mogelijk kabinet. Een kabinet dat ervoor zal kiezen om in deze tijden de tegenstellingen tussen arm en rijk verder te laten toenemen, is een kabinet dat voor ons moeilijk zal zijn. Maar dat kan niet zonder veranderingen. Hervormingen, daar zijn wij wel in geïnteresseerd.